als je resultaat hebt, dan krijg je vanzelf geduld. Ja, dat er ontzettend veel uren in zitten. Ja, dat is niet te tellen. Ja. Ik ben er al een jaar mee bezig. Dan moet ik zeggen, ik kost geen uren per dag, hoor. Nou, je hebt twee klossen is altijd één paar, dus je werkt altijd met twee klossen tegelijk. En dit is de bekendste slag. Dat is een linnenslag. En daar zit het meeste van eigenlijk. En doe je dit maar één keer, dan is het een netslag en dan krijg je net als dat een schuin accent over je werk. En wat heb je er geleerd? In Oostenrijk, bij Hannie Achterberg. Ik ben gewoon op zoek gegaan naar iemand die kantklossen en kwam ik bij haar uit. Dan loopt hij weer weg. Ja, ik is even park hoor. Zo. Nou, het zou echt niks van mij hebben. Dat is een vliegel, hè? Ja, nou ja, dat is maar net... Als je die kent. Nee, maar ik heb niet voor niks een patroon, hè. Kijk, ik volg deze lijnen allemaal, hè. Je hebt staanders en lopers. En de staanders gaan recht naar beneden, dus ik kan iedere keer hier tellen of ik genoeg staanders heb. Ja. En die loper die gaat er dwars doorheen. Oh, zo ja. En heb je nog verschillende kleuren in de... Ja, traditioneel was natuurlijk effe wit, hè, het oude kloswerk. Ja. Dit is modern kloswerk. Ja. Dit zijn, En dat is dan het voordeel dat je die kleuren zelf bij elkaar kunt zoeken. Dus dat je veel meer het idee hebt dat je iets eigens maakt. En wil nog dit? Dit wordt een sjaal. Dat is ook mooi, hoor. Echt mooi. En dit vind ik ook spectaculair. Dat is een ontwerp van degene waar ik op les ben. Het Wapen van Oostenrijk. Papa, ga ik kijken? Echt mooi. Dus dat heeft heel knap gedaan, hè? Ja. Een bol maken, kijk, dan komt het nou weer op te liggen. Zo. Ja, oh, wat doe je dat? Zo. Doorduwen? Ja, zo'n bolletje. Ja. Is dat Pergamano weer? Ja. Ja, ja dat is je ook gedaan. Dan ga je de doek al alles, hè? Ik doe dat altijd, ja. Echt mooi. Dat doet hij even wel zo. Nee, maar dat is nog wel. Dat is bij de mannen. Dat ken ik wel. Hoe noem je dat, Ria? Hoe noem je dat? Pergomano. 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 P-E-R-G-O-M-A-N-O. Hij kan de schrijven ook. Ja, ik heb nog een beetje stroom. Ja, nee. Ik heb een beetje stroom. Ja. Nou, lengte ze uit, Danielle. Ja, bal aan de gang, hè? Hé, jij hebt klaar. Jij presenteren. Ja. Als chef. Oh, ja, vragen staan aan Danielle. Oh ja, hey, ik zal heel lopen zo, Danielle. Ja, maar die geeft geen antwoord, dus dan hou je hem te lachen. Ik kan niks uitleggen. Hey Danielle, hoe lang doe je onderzoek, Frans? Ja. Heel lang. Ja. Dat viel tegen. Ja? En wat is deze eigenlijk? God, dat een kunst, hè. Ja, dat is mooi. Die is ook. Ja, die is ook. Heel mooi. Bijna, maar ik denk dat ze wel nog...
repareren en zo. Klap hoor. Ik had Henk nog niet. Kan je dat niet, jongen? Maar ik zeg gewoon dat ik er niet was. Je was ziek. Leed. Nou, succes met alles. Ja, dankjewel. Vraag moet ik nog meer praten? Ja, vraag eens. Daar zeg ik niet. Je gaat het toen niet allemaal opnemen, hè? Nee. We hebben net alles besproken, hè? Ik heb net gehoord hoe het allemaal gemaakt wordt. En dat het allemaal met de hand... Ik had net verteld over het solderen. Ja. Dat als je hier aan het solderen bent, dan geleidt die warmte zo snel door het koken. Volgens mij is hij ja? Is gesoldeerd. Als je dit moet solderen, elkaar moet solderen, dan sta je hier te solderen en dan wordt de warmte zo snel geleid door het koper allemaal, dan valt het aan de andere kant weer uit elkaar. En dat is het probleem. En hoe ingewikkelder het is, kijk die gewone beugeltjes, dat gaat allemaal wel, want die kan je gewoon in een malletje maken met wat spijkers in het hout te slaan. Net zoals deze bijvoorbeeld. Ja. Maak hier een paar spijkers in. Dan kan je dit stuk, als je dat al gebogen hebt, dan kun je het gewoon zo ombuigen om die spijker heen. Oh, zet je hier een streepje op het hout en dan heb je precies de goede hoek. Dat zal allemaal hetzelfde worden, zo staan. Zie, hier knap, allemaal in dat rek staan. Hè? Knap, hè? Knap, hè? Zo. Ja, geweldig. Ja. Succes. Ja, bedankt hè. Maar ze zoeken nog vrijwilligers hoor, dus als je zin hebt, dat wij altijd komen. Voor dit werk ook. Ook ja. Om het buiten het werken en dan... Nee, dat werkt niet. Nee, dan... maar ooit, als ik met pensioen ben. Dan lijkt het nergens. Nee, dat moet het worden. Ja, ik ken het grap. Ja, moet je nou zo in beeld? Keurig. Hoe lang doe je daarover? Nou, een paar dagen. Ik heb hier al spijkers in geslagen om als het ware een soort malletje te maken. Dat zal allemaal zelden worden. En dan maar hopen dat het allemaal past straks, hè? Waar ben je nou mee bezig, Fred? Met de kroonde bel, hè? De? De kroonde bel. De kroonde bel? Ja, brouwerij. Dat had je toch al? Ja. Aan de bril is weg? Ja. Oh. Dit is een vervanging deze. Moet ik mijn beeld erom draaien, hè? Oh, zo. Oh. Niet te ver gestaan hoor. Nee. Anders komt het niet op de film. Even wachten. Oh. Oh. Ik heb hem al aan. Nee, ik heb hem al. Nou, gewoon samen. Jij bent een fel, hè? Gooi je. Dan knip ik eruit. Ja. Goed zo. Je mag nog een keer. Wacht. Wacht, ja. Nee. Ja, die moet ik even. Yeah! Yeah. Dank je. Ja? Ik wil niet op televisie. Ja. We zijn wel op televisie, denk ik. Wij zijn eigenlijk. Niet zo. Heb je meer gedaan, hoor? Heb je er meer gedaan? Niet bubbelen. Oh, ja. En nu? Terug? Terug? Het is altijd heen en terug. Daar ben je. Heb je er meer gedaan? Ja. Terug? Het is altijd heen en terug. Ja.
Hoi mam. Wil je draaien? Welke zender? Ik zie je water. Ja, maar dat is ook niet de bedoeling. Je moet nat maken. Nou, je bent goed bezig. Ja, hij is nog best huis aan het doen. Ja hoor. Vroeger was het, als je onderbroek wil, was het duurt uur. Welke zender kom ik op tv? Ja. Huh? Wat u zei, hè? Ja, nu ben ik er uit. Nee, maar dat is goed. Ja, dat is goed. Het is de bedoeling dat je dat een paar keer doet als je hem helemaal goed droog wilt krijgen. Ja. Waar gaat die soepel? Je hebt geluk dat als je een broertje hebt die bijna niet. Gaan ze weer beginnen met filmen? Zo ja, is ook leuk. Nou, papa, omhoog. Komt u maar. Zo ja. Echt mooi. Harder.